Ja, ik zag je joinen in de sessie, kom je gewoon niet de party in. Ik denk, wat is dat nou, bloemzak? Ik had de party niet gezien. Toen ik naar parties ging kijken, stond er niks bij. Anders had ik zeker wel gejoind. Kut lessen, backhouden, hello stream. Ik kreeg net een aanbod, hij was goed. Zit ik al in de sessie? Nee. Ik heb je wel geïnviteerd. Ja, ik zag hem. Maar ik had misschien Johnny gelijk al die sessie. Soms werkt het. Ik moet zeggen, volgens mij laten we online veel sessies wel een keer. CNTRX safe. Zo, ik ben een keertje snel dit keer. YouTube. Zo. Doet hij het ondertussen? Tada, hij is open. Hey, Amber. Zo. Oh ja, ik ga ook even live. Nieuwe giveaway zal ik meteen even starten. We moeten nog uitslag even maken. Hè? Wat is dat? Ik heb dat nou. Het is alweer 4 gebeuren, 5. Ja, ik heb hem al opgenomen, moet alleen de video nog even afmaken. Dus hij is weer free to join. Ik hoor, je tijd gaat toch steeds snel. Hoe de fuck is het al? Het is al april. Doe eens normaal. Hoe is baan? CNTRX. Wat de fuck? Hoe is het met je rijlessen? CNTRX. Oh ja, kut. En nog maar een maatje voor natuurlijk. Ja, met een spaatje ertussen. Thank you. Dan moet je wel even in de beschrijving zetten. Ja, ik heb 7 mei met de weerexamen, dan mag ik gaan lessen. Ik zie dat sneuken en dan weer opnieuw moet. Op weg, dat ik hier ook zonder ben. Maar ja, als ze wilden volgens mij ook inplannen van praktijkexamens, willen ze ook vanaf 18 jaar gaan doen. Dus ja, ik heb in principe niet alle tijd om te lessen, want eerder dat ik 18 ben. Nee. Maar je mag hier rijbewijs toch op je 16,5 al halen of zo, wat was het nou? Ja, maar het is nu omdat het zo druk is bij het CBR en zo, willen ze dat. Oh. Ik weet niet of ze dat nu ook echt in hebben gevoerd, maar hadden ze dat voorgesteld aan het kabinet om tijdelijk te verhogen naar 18. Enigszins wel logisch, want dan krijg je, ja, dan heb je iets meer ook spreiding. Vind ik ook. Maar wanneer word je 18? November, dus ja. Tegen de tijd dat ik klaar ben met mijn lessen is het alweer bijna. Stel, ik had nu in één keer mijn theorie, dan is het mei. Ligt eraan, hè. Dus als alles gewoon open blijft wat betreft rijlessen, dan in november wel klaar kunnen zijn. Nice. Ik had dan moet ik hem nog helemaal aanvragen en zo. Dus dat doet dan ook al 3 maanden. Dan moet ik 3 maanden wachten met aanvragen? Hoe doet u dat zo lang dan? Ik had mijn eerste les op 27 december. Mijn eerste praktijkexamen halverwege februari. En uiteindelijk ben ik geslaagd begin maart. De race begint om 9 uur. Geen probleem, we hebben je wel gemist hoor, Amber. Nu moest Mookie de chat gaan houden, maar ja, dat kon ook niet, want hij was dingen aan het kijken. Nok. Ja. En ze hadden nog gewonnen ook. En ja, afgelopen vrijdag mochten ze weer tegen Jong Ajax. Nou, de Graafschap verliezen met 3-0, alweer. Mm-hmm. Denk je, oké, we kunnen een tweede plek pakken. Nee, spelen ze gelijk. Echt, jongen, fucking kutnak, jongen. Staan ze nog 4 ook, omdat ze dan maar 1 puntje hebben. Dan moeten ze morgen tegen Go Eagles. Nou, als je al niet kan winnen van, oh, ik zit hier met een verkeerde auto. Gezellig. Kom jij met je familie in auto? Ja, ik heb net F2 gereden.
Ja, nog helemaal in de F2-sfeer. Ja, het regent zelfs nog. Dat was in Spanje ook al. Je mist alleen wat, dus je moet even een pitstop maken. Au, als ik zeg, ik draai eens om, Janne. Kijk eens naar mijn auto. Ik zeg, maar woorden. Godverdomme. En hij is weg. Hij is weg. Okay. Hey Cornelis, dankjewel. Kun je niet mee vandaag, Cornelis? Hey, niemand doet nog mee met de giveaway. Wordt een rustige giveaway dit. Oh, wat? Ik doe gelijk even mee. Ik wil niet, ik wil geen 10 euro missen. Kan ik mijn PlayStation nou aanpassen? Dat is toch 2,5 uur werken, zo voor mij. Ja. Is de troop? Ja, dat is de auto waar we in rijden, dit keer, de Tropos Rally. Want als ik win, nou dan kan ik eindelijk mijn PlayStation aanpassen. Oh. Ik heb zo gevoel dat die van mij gaat lopen. Wat dan? Oh, ik had begrepen dat het Tropos was, Bikkerman. Tropos, nou waar de fuck staat die? Op, jongen. Waar de fuck staat dat ding dan? Je hebt veel te veel garage zeker? Ik heb 23 garage. Je hebt de maximum aantal wat ik ook heb, ja. Ja, dan heb ik ook wel nodig. Elke reis staat zo goed als vol. Nee, Willy... hey, ik heb daar gereden, auw. Willy heeft ze allemaal op volgorde staan, dus alles bij elkaar. Oh, god. Ja. Weet je, dat zou ik ook willen. Maar daar heb ik de... Nee. Oh ja hoor, ik denk nog wel dat het lukt. Dat kan mijn hoofd niet halen, zeg maar. Wacht even, niet meedoen met de giveaway nu, want ik moet even die bot opnieuw opstarten. Ja, nee, dat is een toren schot. Ik dacht dat ik Tropos zag. En hier zit ik Tropos. En dat is mijn bureau. Huh? Wat? Nee, een beetje moe. Hoe goed het is. Wie rijdt mijn auto aan? Handicap! Oh, jij bent diegene in een zwarte auto. Ja. Yeah. Laat hij ook mee rijden, die zult. Oké, mooi. Hij doet het weer. Tuurlijk. Hij doet niet dubbel weer. Ah, hier. Waar staat hij nou? Godverdomme, dan jullie doen. Voor mij mijn nightclub. Ik weet niet eens dat ding nog beseft. Nightclub, ja. Nou. Mooi daar ook niet. Zo. Ah, thanks. Yo. Wat vind je van een mooie blauwe autobloem? Hartstikke lelijk. Mooi blauw is niet lelijk. Lul, doe even mijn deur dicht. Ja, dank je. Mijn bot is sneller dan dat hij op de chat kan typen. Bij mij staat hier dat hij al lang, dat allemaal maar lang gestart heeft. Rij jij die vent nou aan, bloemzaak? Wat? Rij jij die vent nou aan? Nee. Oh, waarom belt Dave nou weer? Gisteren met die race. Ik en Risse stonden ze heet het eerste en dat was echt spannend, want de tweede en de derde liepen de zitten er maar in. En dan was er zo iemand die stond in het laatste. Ja. En in de laatste bocht. Jawel. Oh god. En die persoon die gaat in de laatste bocht opeens op mij lopen inrijden, dus ik vlieg half van de baan af. En ik zie hem komen aanrijden, ik was hem maar net eerste. Ja, je hebt gewonnen dus. Ja, van Kammen naar Ven ook. Oh. Ja, Risser en Dani hebben gisteren van Kammen naar Ven gewonnen. Dat was niet goed. Ga maar uitlachen. Volgens mij waarschijnlijk samen weer. Was Kammen naar Ven en Kammen naar Ven wife samen. En eigenlijk waren Willy en ik ook een team schijnbaar, maar dat had nooit goed gekomen. Ik was beter. Ja, ik weet het niet. Jullie volgen me in.
Ja, wie is er aan bevallen? Ik hoorde iemand blazen. Ja, ik. Ja, ben je aan het bevallen? Nee. Hmm. Ik denk dat ik met de stad launch control kan gebruiken. Oh, dat bevalt me niet echt. Ja, grappig, hè? Ja, ja. Ah, ja. Oh, man, man, man. Ik zou graag aan het afgeven. Iedereen leuk Pasen gehad? Nou ja, ik heb gewerkt. En ik moet morgen weer merken. Oh nee hoor, ik kan ook gewoon inviten. Gooi iedereen invite eruit. Was Pasen vandaag? Het was Pasen vandaag, ja. De bedoeling is eigenlijk oh, ja. Dat ik een Pasen. Dat gaan wij navragen. Aan de koning van Tim. Zo. Maar ik heb 3 weken vakantie, hè. Cool. 3 weken vakantie, what the fuck? Ja. Ja, misschien 4. Hoezo dat nou weer? Dat weet ik veel. Scholen zijn weer dik. Ik had een paar weken geleden... En we krijgen ook geen online les, dat is winst. Ik had een paar weken geleden hele week vrij op 1 uur na, omdat ik een essay had. Ja, we kunnen vorige week, ik ben afgelopen week als ik vrijdag vrij, want ik ben vrij. Ik ben maandag, want tweede fase dan. Dan de week daarna ben ik op maandag en donderdag vrij, want ik heb proefwerk en op die dagen heb ik geen proefwerk. De rest van de dag ook maar 2 uur naar school, dus ja, ik heb ook best wel relaxed rooster. En dan is het al bijna mijn vakantie. Ik moest vandaag werken, mij, ja, en morgen werken. Het aan mij is dat ik moet leren voor mijn theorie. Ik was, moet... Ik kreeg niet uit, natuurlijk. Ik dacht dat laat me zitten. Jezus, bloemzak. Ja. Het lijkt wel alsof jij dingen hebt, hoe heet het? Gewerkt. Gewerkt of gegoemet hebt. Ik ben al de hele week ben ik actief bezig. Ik ben gewoon altijd buiten met mijn vrienden. Denk je? Vissen. Rip ik. Ik moet 6 dagen nu achter vissen, elkaar werken. Vissen, dat doe ik ook. Hé, ik had gewoon... We hebben gewoon op 1 dag 42 vissen gevangen. 42? Ja, succes. Ja, dat doe ik, man. We zijn allemaal vrienden. Ik straks misschien dan. Nou ja, als ik hier ga vissen, dan... kan het ook... kan je ook snel... Nee, die andere moet wel vissen. Ja, maar ik heb alle vrienden al geïnvite. Oh, maar zij zijn geen vrienden met mij. Echt niet met de is wel vrienden met mij. Dat is een morgen. Maar wel geld, zeker. Vooral op zondag en op feestdagen werken. Dat is zeer leuk werken bij waar ik werk. Wanneer als je op zondag werkt en het is ook nee, dat telt dus niet mee. Het is zondag of feestdagen. Dat is wel jammer. 422% betaald krijgen voor vandaag een dagje werken. Had ik best leuk gevonden. Ja, nou maar. Oh, voor mij zijn dat toch echt 20 euro per uur. Kijk, het is maar 211% betaald krijgen vandaag is best prima. Zolang je er maar geld mee verdient, is het goed, joh. Zou je maar leuk werken, dat is goed. Nee, zolang er maar geld binnenkomt. Ja, maar leuk werk betekent dat je geld krijgt, want vrijwilligerswerk is niet leuk. Ja, dat ga je toch ook niet doen? Oh mijn god, deze app, jongen. Doe je toch ook vrijwillig? Maar je boost online? En Jacques Salaire is al gejoind, hè? Ja, het gaat alleen nog over iMike. iMike. Wapen. Waarom gaat het zo snel, ben ik? Hé, hey, Kroetje, ik zat net wel in de sessie, maar is nu... Ja, ik ben ook in feite. God, man, nu lekker ijs. Ijs? Ijs, baby. Ik zal even deze openen. Are you online? I... 12 man, nou... Met Rianne erbij is sowieso top 10. Oh, dan doen ze weer erbij, dat is sowieso top 10. Plugs kon niet, Rianne. Ja? Ja, maar binnen is het GTA. Beter komt hij niet, dat is een gehandicap.
Nou. Ik vind het chill dat Rescue niet meer is. Dan moet ik dat ding veranderen. Dat heb ik het hele seizoen niet eens gezien. Wow. Maar met 12. Oh, hij staat al. Oh nee. Oh nee. Wat nou weer? We moeten even lieven. Ja, maar dan wil ik wel wat 100 rondjes minder. Ja, quit. Ik ben al weg. Waarom moeten we lieven? Omdat Willy een foutje gemaakt had. Pik, wie de fuck is dat, man? Wat? Je moeder, vriend. Dan zeg je gewoon eventjes. Ah, zo heb ik het wel. Hé, wil je alsjeblieft je headset even uit en aanzetten, Dani? Dank je. Mm-hmm. Tada! Dat is moed, dus dat je dat weet. Ik ben hier op mezelf toch zo, dus... Wie zijn PlayStation gaat daarop stijgen? Even serieus. Dat is mijn. Zo. Ik heb dat ding al 5 jaar. Al bijna 6 jaar. Als je zijn PlayStation zit overvliegen, zwaai eens een keer. Ja. Zet hem even meteen dicht dan. Zou daar ook een brief nee, aan? Nee, invite wil komen. Ja? Oh. Sorry voor die blauwe scherm. Ja hoor. Oh, dit is de voorlaatste race, hè? Mm-hmm. Dat gaat echt snel. Ja, hij staat dicht. Nee, invite welkom. Oké. Tja. Goed geëngelst. Wat was de fout wat hij had gemaakt dan? Nou, er moest iemand nog joinen en hij was een bericht aan het schrijven en toen ging hij starten. Oh. Ja, dat is kut. Maar ik mis nu nog Clem Bun. Nee, Cam en MNFN. Nee, die missen we echt totaal. Mm. En Jacques Leclerc? Ja, daar komt Cam en MNFN aan. Ramela, Coupe à la maison. En dat is ja, en die kruislijkeren ook. Alleen nu moet iMic nog. Monsieur. Nee. Nee. Ja, mijn toetsenbord staat op Nederlands net. Doe maar mee in de voice, Bloemblok. Nee. Nou, een vriend heeft zich wel ingeschreven voor de laatste. Ja, voor K3. Nee. Maar Bloemblok kan niet meedoen aan de voice van Holland, want hij is niet Nederlands. Hetzelfde, je kan niet meedoen met racen met Nederlanders. Met Nederlanders? Ja, inderdaad. Oh ja. Racen met Nederlanders. Racen, hè? Niet racen, racen. Racen, R-E-E-Z-E-N. Ja. Ik heb al. P-E. E-P. Heb al gestuurd. Hij reageert alleen niet. Oh nee, ik heb nu dit dat die smaak in mijn mond van die scampies. Oh, wel lekker scampies. Ja. Wauw, Glen Bundy in Dutch. Goed translate. Sst, wacht even hoor. Ah, uit mijn hoofd. Hey, zijn crew ding heet Dani. Dit is echt.
Bloem? Ja. Bloem? Wat? Heb jij zin in soep of wat is de crew? Magie. Ja. Mag ik misschien wat met koekjes? 2 minuten als je niet reageert. Je zit volledig bij mij gesprek. Mag je misschien wat koekjes? Hij doet ook niet reageren of iets. Ja. Nee, hij zit in mijn hele magie te willen. Ja, soep. Ja, ik probeer het. Het lijkt me dat het... Waarom moet ik soep maken als ik in de magiekroeg zit? Nou, omdat magie een soepvereniging is. Ja? Ja, het is wel lekker. Saus bij, ons, is de is de minister van Volksgezondheid. Die noemt magie. Oké. Maar zij is wel jongens, echt kolodik. Bonsjan staat u. Ja, ik probeer het. Het lijkt me dat het een Nederlands leven is. En ja, het is nodig om te vertalen. Alleen die tweede zin snap ik niet helemaal. Oh, hey, je moet eens Magie de Blok opzoeken. Mogen je op Google? Nee, je gaat echt. Jawel. Je gaat een stuk. Star Wars doet mee. Dat is degene die zegt dat wij gezonder moeten eten. Je moet echt checken. Ja, die is waarschijnlijk heel dik. Je moet dus de boerburger bewegen. Dat is de dikste persoon van heel België. Ik maak niet eens een grap. Bloemzak. Ja. Je moet dus opzoeken waar de boerburgerbeweging voor staat. De wat? De boerburgerbeweging. We hebben 1 zetel in de Tweede Kamer. Wie? Boerburgerbeweging. Boerburgerbeweging, ja, klopt, ja. Maar hoe ja, noemt dat? Denk je dat ik we nog een keer gaan stemmen binnenkort? Wanneer starten we? Onze politieke partij. De boerburgerbeweging. Ja, hij doet niet reageren. Ik doe nog 1 keer met mijn vrienden. Maar ik ben geen vrienden volgens mij. Sorry voor het blauwe scherm, jongens. Oh, wacht. Ik kan het zo doen. Oh, daar komt hij. Nou, timing. Ja, ik probeerde het. Jongens, weet iemand wat Clem Bunny bedoelt met die tweede zin? Wat? Als jullie hem al mee hebben. Ja, wat was de tweede zin dan? Ja, ik probeer het. Het lijkt me dat het een Nederlands leven is. Wat? Ah, die bonne chance à toi. Nee, dat betekent goed, voor je veel geluk, iedereen. Godverdomme, ik wil mijn punten niet. Ja, ik probeer het. Het lijkt me dat het een Nederlands leven is, ja. Ja, die. Wat bedoel... Zeker en vast. Zeker en vast. Hé, hey, Moogie, er zijn wel heel veel punten. Ja, ik ben niet blij mee. Wij zullen allemaal naar DSQ Moki sturen. DSQ Moki? Ja. Rianne. Ja? Hoeveel punten zitten er tussen Willy en mij? Niet veel. Nou ja, het duurt tijd. 1270. Wacht ervoor. Ja, 1 volgens mij. 1270. Gaan we beginnen. Ik zie ook iemand in de tennis. Oh mijn god. Ja, 1 punt tussen Willy en mij. Maar als je een beetje goed kan racen, word je uit die guys een lobby gekikt. Echt een handicap. Ja, dat had ik dus. Echt een goal, jongen. Jiraski was afgelopen vrijdag live, hè? Op Twitch, dus ik zeg, yo, in die stream. Oh. Hij leest dat. Yo, hey, ben jij die Mookie van GTA? Echt jongen. Die Mookie van wat? Die Mookie van GTA race. Oh. Ik hoor dat iemand daarvan. Qua tijd wel, Amber. Gewoon heel teleurstellend. Joh, dan zullen er ook een aantal weer te vroeg weggaan, joh. Ja, dat vind ik niet zo. Mauki! Ik heb een dubbele van Justin. Je headset. Ja? Dank u, headset. Opgelost. Oh, ik had dus vandaag zo'n type soort paasaas, weet je wel, chocola. Ik kreeg hem niet gebroken, dus ik... Nee, ik heb hem nog niet op, gek. Ik kreeg hem dus niet afgebroken. Dat ding was, de chocolade is typisch dit. Dus ik ging erop stompen, weet je wel.
Je zit niet aan mijn knokkels uit. So remember, don't go and go. Je moet ook met de onderkant van je ding slagen. Maar dat gaat je nu wel lukken. Nee, ik kom met mijn knokkels. Nee joh. Ja, yeah, dat is vaak. Kirsten, bye. Oh ja, oh ja. Sorry, vergeten. Ja, bij mij, ik was het ook vergeten. Alleen Alex winnen is skewderwe. Hotscom zit ook stil, toch? Ik was het vergeten en ja, de vorige keer dat ik van start ging, knalde er een hele auto op, waardoor ik bijna spin. Zijn er twee? Mag ik hier staan? De rest van het veld. Wilgert, zijn er twee, hè? Ja. Ik ga trouwens tactisch doen, ik ga op het stoeprandje staan. Ja. Van mij mag Moki, heel tactisch ik vind doen. Dat ik heel goed sta. Waar sta je? Ik ben die staat, helemaal vooraan. Ja! Wilgert, het zijn er maar twee, hè? Drie. Met NAC. Oh ja, drie. De Mandalorian. Nou, jongens. Ik sta lekker vooraan. 15 niet mij volgen, hè, jongens? Niet. Heeft niet zoveel nut. Oh! Hey, Bloem. Moki kan ze achteruit gereden. Ik zag het. Kijk, ik ken deze race toch niet? Hoe? Oh, moet hier naar rechts. Hé, hey, hallo, ik rij ook nog mee, hè, Bloemzak. Dus van mij zijn er mensen die hierop oefenen of zo? Ja. Nee, joh. Ja, ben ik niet goed. Ik vind het wel een leuke race. We hebben drie bochten gehad. Anders dan de standaard rally race die ergens in het noorden van de map is. Inderdaad. Twee wielen. Oh, op het dak. Er komt straks een bocht aan, jongen, die mis ik elke keer. Oh. Nu moet ik ook niet twee dingen tegelijk willen doen. Ja, nee, ik wilde twee dingen tegelijk doen. Ik heb volgens mij nu alweer gelapt. Nu al? Ja, ik heb een minuut stil gestaan. Oh, je breakboost, wat leuk. Deze bocht. Maar het is ook echt een zweter in die sport hier vooraan. Oh, maar die wordt nog wel ingehaald. Wat een kutauto. Oh, bye Clem Bundy. Oh, hij staat lek. Ja. Oh. Maar doen we hier ook als hij zijn tijd nog doorgeeft dat het meetelt? Ja. Je lijkt daar. Ik vind het goed. Ik zeg wel heel leuk, ja, maar ik ga er mee. Ja, het is nog de vraag of hij doorrijdt natuurlijk. Oh, Bekerman Pro left ook. Dat is plek. Top 10 zit erin. You've been lapped bij... Koude hoerenrace. Is dat vergeten? Hey, Bloem. Hey! Ik ging hier net op twee wielen en toen was het... Ja, kut hoeren, diefus race. Hey, niet zo over Willy's race, hè? Hey, Moekie, hoe gaat het met jou... Ja, maar ik scheld toch... Ik moet toch iets anders hebben om... Oh, ja, ik kan toch mijn eigen niet slecht noemen? Ik was wel leuk. Ik was een race aan het maken. Ja, voor het volgende seizoen. Kut race! Ik wil blijken hoe dat gaat. Zit hij daar eigenlijk... Deze guy die race heeft gemaakt is echt gehandicapt. Zit hij daar? Oh, oh. Is dit Willy's race? Ja. Ja. Ja, wie is echt een handicap? Dat is raar. Wat een handicap. Maar het nieuwe seizoen gaat... Dit is de ene laatste race, hè, van dit seizoen. Zit de eerste plek er nog in voor mij, of niet? Oh, was dat serieus? Nee. Nou, voor jou zit deze plek er ook niet meer in, hoor. Maar... Nee, voor mij zeker niet. Zeg degene die zesde staat of zevende. Ik sta zevende. Maar ja, ik doe elke race mee, je hè. Dus je dat, rijdt altijd mee. Ik krijg dus 20 punten per race ook wel naar een rijlaatst. Ja. Heb je dat gewoon gedaan omdat je dan zelf ook punten haalt? Ja, ik dacht het al, Beekman. Die altijd met de top 10. Ik vind het wel leuk dat er zoveel breakboost in zit in deze. Ja, als je ze kan pakken, dan... Ja, ik heb dus heel lang GTA niet meer aangeraakt. Maar het is lukken nog wel. Ja, ik was al vergeten dat en het in de game van de hele race, dat lukt me niet. Alleen die breakboost te pakken. De snelste lap zit erin, dus zo daar nog makkelijk. Daar zit ook punt in, dat klopt.
Maar ja, dan moet ik niet ineens random vogels tegenkomen onder de bosjes of zo die je niet ziet. What happened, Clemendy? Je lekt out. Ik heb GTA veel te lang in de gereden, vergeleken met F2 en F1. Ja, ik wil eigenlijk alleen maar FIFA, Rocket League en Fortnite. Oh, ik heb ook alweer geen Fortnite in eeuwen gespeeld. Ik moet maar weer eens gaan beginnen. Ja, sinds die stream heb ik niet meer gespeeld, inderdaad. Hij stop after logout. Oh. Hey. Hey. Oh. Dat vond ik grappig. Bocht. Bloem, wil je 100 tijd rennen? Nee. Oh, nee. Jezus, kut auto. Ik haat deze auto echt, ik mag geen grap. Ik vind het wel een lekker bakkie, alleen... Stuurt echt key. Hij stuurt... Vorige week hebben we met de Izzy Sport gereden. Dat is nogal een verschil. Dan deed ik vorige week niet. Oh ja, nak. Even kijken. Hoeveel mensen doen er mee aan de race? Dit ding heeft een draaisig van een fucking vrachtwagen, jongen. En dan is het 20 keer kleiner. Boomzak. Boeit mij toch niet, jongen. Maar, jongens, we moeten er rekening mee houden. Oh, Hotscones left al. Dat de nummer 1 en 2 niet meetellen. Oh, dan rijd ik 9. Ja, ik rijd 10e. Ja, ik 11e dan, hè. Oh, jij gaat me nog wel inhalen. Ik ga straks weer een keertje op mijn chat reageren en dan lig ik weer uit de bocht. Ja, ik moet daarvoor niet eens op de chat reageren. Ja, ik word al gelapt volgens mij. Ja, ik word al gelapt. Ik ben al gelapt. Hoe ken je dat nou? Door iemand die in een Issy Sport rijdt. Ja, en een minuut eerder wegging. Hey, je gaat lekker met de punten. Ja, maar die guy is gewoon gehandicapt. Daar zitten rondjes van nog een minuut. Hoezo? Hoezo waren we nog niet gelapt toen we die in minuut... Nou, ik ben weggecrashed. Ik zie mijn reserveband alweer liggen. Ik hoor die daar niet zeker. Ja, ik hoor hem niet hoor, maar... Ja, daarom. Kammer de Ven heeft zijn crew veranderd, hè? Ja, Kammer. Krem bestaat niet meer. Yes. Dus ik heb opeens... Ja, nu heet het de Kammer crew. Kamma, ja. Kamma, 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 chameleon. Dat moet je zelf weten doen. Ja. Oh, zie je het? Op mijn chat letten. En nu word ik gelapt door Kamma de Ven en Bulldogs. Ik ben ook al 4 keer gecrashed, ja. En ook die bijna door Dani. Die zat net ook in de party, toch? Ja. Mr. American. Uit de bocht, uit de bocht. Sst. Ik ga alle kanten op. Oh, muurtje. Ja, maar Cornelis, ik doe ook gewoon voor spek en bonen mee, hè. Ik doe gewoon voor de lol en ik doe gewoon mee een beetje de chat in de gaten houden. Ja. Gewoon voor de lol. Ik was vergeten hoe prachtig breakboost eigenlijk zijn. Ja, ik reed hier achter Mark met een breakboost. Nou, ik reed echt een paar auto's. Grote lengte. Oké, weet je wat Flux voorstelde voor de volgende keer? Wel, als we nog een keer zoiets gingen doen, maar dan iets anders. Zegt hij... Nee. Zegt hij... Bangers. Ook niet. Ovals. Face to face. Ovals. Oh ja, juist had hij gezegd. Toen was ik ook even naar de stream aan het kijken. Alleen maar naar links, die rechtonder op man. Nee. Of naar rechts. Ik snap niet hoe je dan nog achter staat, want je rijdt echt niet slecht.
Oh ja, maar als je de rondetijden bekijkt, Amber, ik rij ongeveer 3 af. Nou ja, laten we zeggen ongeveer 5 seconden per rondje langzamer dan die snelle gasten. Ze hebben me nu al gelapt, hè? En we zitten in rondje 9. Oh, uit de bocht. Oh god. Met andere woorden, als je nu kijkt, Bloemzak rijdt 26 seconden achter me, maar die haalt me ook steeds sneller in. Ja, ja, ja. Nou, daar rijdt koning Willem me voorbij. Oh god, rijdt hij al bij jou? Of rij je achter mij? 30 seconden. Oh god. Oh, ja, dat zelf niet als dat ik. Ik vind het wel een leuke letter hier met Magnus. Ja, Willy heeft net mijn droom kapot gemaakt. Ik had vorige week een leuke battle met een Sweer Taylor. Zegt hij net, ja, maar hij reed met een non-custom. Daar ging mijn droom. Ik dacht van... Als je niet eens geld hebt, is hij sport. Ja, maar toen dacht ik, hoe kan dat nou? Ja, hoef ik nog maar eentje voor aan weg te nemen. Ja, die guy reed een Issy Sport. Hoe kan het dat ik... Dat ik lang zoveel langzamer ben? Ja, zij pakken racelijnen. Dat is serieus. Kijk maar naar hoe zij de bocht aansnijden en dat soort dingen. En ik heb geen idee hoe ik moet remmen. Ik doe maar wat. Ja, ik ben nu F2 auto's gewend. Dat is ook wel anders. Er zijn ook hele andere mechanics. Want daar schakel ik ook zelf. Oh ja, dat vertik ik. En zeker in de regen, ja. Short shift, hè, dan rijdt heel anders op PPA dan. Nou, ik kan bij regenen kan ik best wel goed wegrijden altijd, vind ik. Dat is bij F1. En we crashen weer. Hey Bloem. Voel je het? Dash control aan of zo. Ik heb traction control vol aanstaan, dat klopt. Nee, ja. Medium. Ja, medium, dus ja. Of full. Dat is hetzelfde, zeg maar. Dan heb je gewoon traction control. Dus dan kan je bijna gewoon compleet, als een ook zo'n enig probleem te hebben, om traction control uit te staan, dan moet je echt heel erg opletten. Daarom ben ik ook tegengekomen in de F2. Eerst als Milton blijven. Ja. Oh god. Maar ook een keer dat Alex, jongen, die ging bij de start. Crash je nou eens erin? Ik moet riezen banen. Te flexibel, dat geeft helemaal niet. Nee, joh. Ik zal nog eens een keer ooit eens een keer. Weet je, dat is hetzelfde als Fortnite. Als ik een keer mijn best ga doen en leer hoe ik te bouwen, denk dat ik ook beter word. Maar hetzelfde met GTA, dat moet ik vaker doen om beter te worden. Maar ik race één keer in de week. Dat is Fortnite. Hé, hey, als ik zou leren bouwen... Als ik zou leren kunnen bouwen, de lucht in, hè, niet alleen maar om me heen, denk ik dat ik iets beter ben in Fortnite. Mooi is, ik heb het één keer geprobeerd en daar heb ik die kleine mechanics die je daarvan meepakt, die heb ik wel standaard in mijn gameplay zitten. Waardoor ik het nog wel een beetje kan, maar ik ben hier expert. Ja, maar ik weet niet, ik moet de hand-oogcoördinatie hebben om een lange, meer dan een 90 kan ik niet eens. 90 is natuurlijk niet eens. Dan is volgens mij wel mijn gebruiksom. En ik denk dat ik mijn sensitivity wat hoger moet zetten als ik sneller wil bouwen. Ja, maar er zit een verschil tussen aim sensitivity, bouw sensitivity en... Ja, die bouw. Aim is goed genoeg. Maar race ook, als ik meer zou racen, kijk ook bij... F1, toen ik iets meer F1 reed, werd ik ook al iets beter. Maar, dan nog steeds, ik ga niet met traction control oprijden. Met... Niet? Met brake assist, of nee, dag. Daar heb ik één keer geprobeerd, jongen. Toen zei ze, ja, dat moet je doen op Nederland. Nou, elke keer als ik Nederland in kom... Nederland is een van de kutste banen, omdat er nu wel het beste begin op Oostenrijk. En daar heb je een paar bochten die dan... Ja, trouwens, je hebt alleen bocht 3 die kut is.
Maar ja, daar speel je al met full traffic control, dus dat maakt niet uit. Nee, het ging er dan om die bocht naar de kombocht. Je hebt dan, even kijken, dan ga je eerst naar rechts. En dan een klein beetje weer naar rechts en dan naar links. Die grote kombocht. Uh-huh. En als je daar dan uitkomt. Nou, elke keer met traction control, hè. Woem, achterstevoren, woem, achterstevoren. Ik zeg, godverdomme. Ja, en heb je zo'n scherpe bocht, toch? Maar daar heb je ook short shift ervoor, zodat je makkelijker op je gas kan. Omdat je dan een hogere toeren kan bereiken. En in lagere toeren zit, zeg maar. Waardoor je achterbanden minder power krijgen in het begin, waardoor ze niet al te agressief wegspelen. Mookie, ik rijd met pit assist aan. Ik rijd met DRS assist aan. Ik niet. Als ik daar ook nog op moet letten dat ik de DRS, DRS aan moet zetten, dan word ik helemaal gek. Fuel assist heb ik waarschijnlijk ook. Fuel assist heb ik ook aanstaan, dat klopt. Ja. Ik rij F2, dus daar heb je geen andere fuel management nodig. Dus dat is wel relaxed. Jullie hebben natuurlijk vorige week naar de race gekeken. Wat vonden jullie van de race? Ik vond het echt veel leuker. Maakt niet uit of Max dat helemaal te veel won. Hij heeft in ieder geval laten zien dat hij nog gewoon kan racen. Er was tenminste een beetje spanning en sensatie. Al moet ik zeggen, als ik kijk hoe vaak... De rest van de race was wel echt heel saai. Als ik kijk hoe vaak Hamilton over die lijnen was gereden. Maar het verschil zit hem in rondetijd winnen of een positie winnen. Ja, aan de ene kant Max, ja, hij was er al voorbij voordat hij buiten de baan ging. En hij had overstuur waardoor hij daar buiten kwam. Mijn mening had hij niet terug hoeven geven. Nee, want ja, iemand anders heeft hem ook ingehaald op die manier, hè? Ja, maar Max had er ook al voorbij. En hij had overstuur waardoor hij daar kwam. Het is niet dat hij daar gebruik van maakte om met extra snelheid weg te komen. Nee, dat is waar. Maar ja, weet je, het is pas één race van de voorlopig nog 23. Ik weet niet hoe dat gaat uitpakken of een race. Zijn er nogal wat? Ja, nee, dat klopt. Dus nog 22 races te gaan. Nou, hij heeft nu 7 punten aan de stand. Dat wel goed. Ja, had hij geen vaste slap? Nee, dat was Bottas nog wel. Oh. Dat ging natuurlijk nog naar Sol's laatste rondjes. Ja. Jammer. Ja. Is toch weer één puntje. Weet je, als dit voorteken is voor de rest van dan ben ik even blij. Ook midfield vond ik echt wel leuk met Vettel, Alonso, Sainz, die allemaal aan het bettelen waren. Dat vond ik ook wel leuk. Moet je nodig ook. Alsof het niks is even voorbij gasten rijden die al reden toen hij 9 maanden oud was. Hebben jullie gezien wie de eerste staat? Ja, Bulldogs. Ja. Nee, helemaal niet. Jawel. Isaac. Ja, maar de Isaac is te vroeg weggereden. Oh ja. Maar die rijdt ondertussen nog maar 36 seconden voor. Dus ze hebben al 24 seconden ingehaald. Ja, een half seconde zei ik net. Morgen weer werken. Oh, weet je wat pas slecht was? Ik moest om 21:15 vanochtend beginnen met werken. Mm-hmm. Ik werd om 11:09 wakker. Dat had ik dus op de start. Ik moest om 7 uur kwalificeren en om 7:45 even wakker. Ja, dus ik werd wakker, ik pleurde mijn laptop aan, ging naar beneden, pakte wat te drinken en weer naar boven, huppatee, headset in. En toen dacht ik... Dat heb ik een paar keer met school gehad trouwens wel. Ik werkte net op thuis van, ja, die mensen die geven dan zo weinig om 2 minuten extra die je dan net hebt klaar bij me. Ja, mijn is. Nee, Rianne. Hey. Hoe laat moet je morgen beginnen dan? Oh, 21:45. Valt wel mee. 21:30 bed uit. Van 21:45 tot 6:15. En dat is toch wel de tijd dan? Niet. Sorry? Het is de café's, dus dat is wel een beetje. Dat is ook weer dubbel betaald, ja, dat zeker.
morgenavond ook weer Rudolf, dus ja, ik moet de uren nog wel invullen, anders krijg ik ze niet dubbel betaald. Echt jongen, heb ik een zakje zo goed. Oh ja, het is altijd 8,5 uur bij mij op het werk. Half uur pauze van de baas, half uur pauze van jezelf. Rianne, besef dat ik ons ook nu voor de tweede keer heb en jou net voor de eerste keer had. Ja, hij ligt een minuut achter. Dat is niet best, dat Bloem zat dit gewoon rustig te rijden. Dat was een hooibaal. Ik rijd toch gewoon door. Ik heb die hooibaal aan de kant geduwd. Dat is balen. Nou ja, ik hoop dat het, laat ik het zo zeggen, ik hoop dat het gewoon morgen een stukje rustiger is. Dat mensen niet denken dat het een normale werkdag is. En dat ik zeg van, hey, ik wil de laatste 2 uur vrij. Zou ik niet doen. Doe dat dan op een andere dag. Dat is waar. Of dat ze zeggen, ga maar mailen in plaats van bellen. Dan zeg ik ook, oké. Oh, daar ging wat mis. Wat voor rondetijden zijn een beetje snel? Dan ga ik wel eens aan Willy. Willy? Willy? Hm? Wat is een beetje snelle rondetijd? 54 denk ik zoiets. 54. Maar hij zegt of zoiets, dus... ik werk bij een klantenservice. Oh, kut, ik moet Cornelis nog berichten. Ja, wat een ellende. Maar een klantenservice die 365 dagen in het jaar open is. Zeker? Yep. Ja, het is overdag niet meer dan je niet sneeuwt. Toch? Sorry, Dals? Dat je overdag werkt en dat je niet sneeuwt hoeft te werken. 24/7. 24/7 werken, mijn god. Oh ja, I know. Maar ik denk er nu wel opeens aan. Ik kijk nog even kijken of ik de Friends and Family korting van je kan geven. Als je daar wil. Ik ben nu gewoon gelept door Rianne. Ik zit helemaal niks meer in. Bloemzak is door het hele veld gelept. Lijkt me wel vermoeiend werk. Het valt mee. Vandaag was het wel echt vermoeiend. Maar normaal hebben we... Het is nu wat rustiger. Maar dan heb je gewoon een paar minuten ertussen zitten tussen calls. En dan heb je even een momentje rust. Nou, vandaag niet. Ik heb 45 man gesproken of zo vandaag. Op, mijn televisie doet het niet, mijn internet doet het niet. De leukste van de week was. Ja, ik deed een speedtest op mijn PlayStation. En ik kreeg daar mijn abonnement niet op. Toen dacht ik, nou. Die krijg ik ook niet. Ik heb een abonnement van 500 MB per seconde. Nou. Die krijg ik zeker niet. Dat is maar zo'n feest. Als de games dan ook zo snel laden. Of zouden downloaden. 500 MB per seconde. Dat is wel relaxing. Oh, nou ja, weet God. Je, als ik één ding kan zeggen erover is dat mensen kribbiger zijn geworden. Mensen worden een beetje gek van het thuis zitten, thuis werken. En als je internet dan niet werkt, ja, dan gaan ze kribbig reageren. En dat snap ik weet ook wel. Weet je wat wel. Is? Dan heb je ons die zitten te gamen en heb je soms lag. En dan ga je naar je ouders en zeg je, mama, het internet is kut, dit, dat. Zullen ze zeggen, wij merken er niks van. Ja, jij speelt ook geen games waar je lag op kan hebben.
Jij speelt Candy Crush. Leuk man, Candy Crush. Seriously. Oh nee, ik ben nu alleen nog maar eens bezig met Stardew Valley. Nee. Ja, ik denk dat ik ondertussen al 250 uur erin heb zitten in dat spel. Is dat ook mobile dan? Ja, die is ook mobile, ja. Ja, hij is wel betaald op mobile, maar... Oh ja, laten we hem weten. Volgens mij was hij 4 euro of zo op mobile. Ja, maar elk spel op mobile... Ik heb nog nooit een spel dat betaald is op... Dit was de eerste game die betaald heb op mobile. Dat is Minecraft Pocket Edition. Ik heb wel een spel op mijn telefoon waar je normaal voor moet betalen, maar soms is dat gratis en ik heb het gewoon voor anders gekocht. Gewoon lekker. Maar hij is er ook op de PlayStation Stardew Valley. Ja, dat kost waarschijnlijk 20 euro. Ja, dat vind ik zo zonde. Want het is wel een leuk spel ook om... Nou ja, om te streamen is misschien een beetje af... Weet je wat topspellen zijn? Niet Jackbox. Want dagen duren best wel lang. Hey, Silans. Dank je voor je berichtje nog. Ik ben helemaal vergeten terug te sturen. Maar ja, dat we je race hadden gedaan. Wee! Het lag wel vaak op mijn dakkie, maar... hè? Dat ben ik. Nee, ik ben slecht. Oh. Echt, what the fuck gebeurt hier, man? Ik stuur gewoon, zoals elke andere 26 woontjes die ik toen niet heb gereden. Ja, weet je, dat is niet eens gezegd. Ja, mensen waren... Volgens mij vonden de mensen het race uiteindelijk best wel leuk, wat ik heb gehoord. Oh ja, is goed, Amber. No problemo. Tot zo. Bocht. Deze auto is zo raar gewoon. Nu niet. Maar ja, ik rij ook de berg af. Tot zo. Ja, dus als je nog meer rally races hebt, hè? Ik denk dat Willy ze wel weet. Of in de maak heb. Oh man. En dit doen jullie serieus elke week? Ja? Ja. Maar dan 3 kwartier, hè? Ja, maar we deden dat ook eerst redelijk wat met... Nou ja, dat was niet iedere week, maar bijna iedere week. Maar dat was 2 uur, dat was veel te lang. Ik vind dit wel prima. 3 kwartier is goed te doen. Ja. Dat is DF1, had je daar een baan? 3 uur! Nee joh, 3 uur hebben we er nooit over gedaan. Oh, weet ik. We hebben wel... Die was in ieder geval een baan en die duurde veel te lang. Ja, we hebben een baan gehad die echt... Waarschijnlijk... Bijna 2 uur geduurd heeft. Waarschijnlijk is dat zo. Besef, en dan haal je een DNF. Ja, ja, ja. Ja, of je finish buiten het top 10. En dan kreeg je geen punten, ja. Ja, dat had ik dus elke week. Ik niet. Ja, maar daarom deden we hier gewoon punten aan iedereen geven. Ja, dan moet je bij die... Ja, nee. Even kijken, ik ben nog bezig met een rallycross track. Ho, bocht. Met een rallycross track.
Op de bies, I don't know. Wanneer ik die af... Oh, ja. Dit seizoen duurt nog 1 race. En dan gaan we denk ik wel eerst een paar keer weer playlisten doen. Om even weer wat anders te doen dan alleen maar rally races. Het zullen vast ook nog wel nieuwe andere races gemaakt zijn. En dan hopelijk heeft tegen die tijd Mookie zijn race ook af. Nou. Je was zo enthousiast begonnen. Ja, maar creator ook een beetje. Ja, daarom. Ah, we deden dat eerst Sunday Masters. Sunday Drivers. Toen kwam dit voor in de plaats, maar... Ik weet niet wat Willy zijn planning is. Zijn planning. We zijn er nodig. Tuurlijk. Een goal. Oh man, no. Wat zegt ze nog meer? Altijd zo grappig in België en dan in Nederland. Bij de voetbal. Een goal. Ja. Scheids zeggen wij ook. Ken je mijn nieuwe account? Nee, was je nieuwe account? Ik niet, Willy misschien wel, maar... Kan ik het altijd nog even doorgeven? Hey, hoe is dat? Ah, je back. Ben ik gelet door Willy? Oh, dat zou zomaar kunnen. Ik ben gelet door Willy, maar ik heb niet meer gegeven dat het... Violence? Violence, maar dan met een F. Oké. Ik zal die eens even doorspelen. Hey, Bloem. Nice. Kijk, ouwe. Oh, nog gefeliciteerd met je dingen ook. Je Brothy Verified. Fuck. Zal Willy wel weer even vrienden moeten verwijderen, want het is max op Social Club 250. Nou. Ja, Willy had hem dit keer net niet. Dat was wel jammer. H8. Komen nog meer kansen aan. Hallo, Kamana fan. Oh nee. Die Isaac gaat hem ook nog uitrijden ook, hè? Een eerste worden. Ja. Met zijn Izzy Sport.
En is een minuut voor. Voelt hij zich helemaal stoer, hè? Natuurlijk voelt hij zich stoer. Hij is en een minuut eerder begonnen en hij rijdt in een veel snellere auto dan wij. Hij is ook gewoon een minuut eerder weggegaan, hè? Zeg dat ik dat had gedaan, wel dat ik nu ook op 2 minuten zie staan. Ja, dat idee hebben wij trouwens ook. Want altijd de Nodo en de 1-3-2-2 crew is altijd door. En niet altijd even de beste. Jup. En soms zitten wij die livestreams te kijken en dan zitten we echt zo van, hoe is dit door? En dan worden andere races dat je denkt, nou, dit is best prima, worden afgekeurd. Willy wilde een keer de test doen of het niet aan zijn naam lag en dan gewoon een keer meedoen met een andere naam. Doe mij met de naam Denig mee. Sorry. Ja, dat is technical. En de street ready is more difficult. Ja, ik heb er af en toe ook mijn twijfels over, want. Ja. Ik heb toch wat prijsjes wel. Er werd gezegd dat Willy zijn creatiestijl een beetje van 2017 is. Oh. Maar hoezo zijn creatiestijl van 2017? Ja. Waar stond dat daar? Wordt dat daar in die livestream gezegd? Ja, of? Ja, je hebt. Of in de node, of ja, in die Discord chips. 100%. Ik heb daar helemaal nog niet eens in gekeken. Oh, in Slack. In oh van Nodo van de dingen zelf. Of van 1, 2, 3, die testers. Kan je daar gewoon aanmelden bij die Slack? Willy heeft ook Slack namelijk. Weet je, het is en blijft bij zulke dingen een mening van iemand anders over jouw race. En er zullen mensen hem heel goed vinden, je race, en er zullen mensen je race echt kut vinden. Zolang je er zelf tevreden bent, is het goed, hè? Ja, zolang je zelf trots bent over je banen, vind je het allemaal prima, ja. Dat heb ik nog nooit gezien. Ik ben eigen race altijd dit. Daar ben ik dan ook weer net een stuk perfectionistisch voor nodig. Waarom vind ik het nooit leuk om creative Minecraft of iets ouder of zo te gebruiken? Ik weet dat ik het zelf nooit
op gaan we ermee beginnen. Snap ik. Dat kan net iets te perfectionistisch zijn en het gewoon net niet komen, zeg maar. Oh! Auw. Zo, ik ben geen Chris, jongen, dat is niet normaal. Alweer? Hé, hey, Jappie. Zeg al Jappie. Ja, er staat alleen maar Jappie. Dat gaat over Brothy 1322. Vorige week deed er iemand mee van de crew met deze. Ik crash. Ik zie bloemen. Ja, maar ik vlieg dan ook weer van de baan. Dat is zo gay, jongen. Maar vorige week deed er iemand mee met onze rallymas van de die crew. Il shalmala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 mal
Fatality kill. Dit is toch zo ziek, jongen. Uitroepteken Jappie, bestaat hij nog? Wacht even. Oh ja, maar ik kan niet, niet kijken, Jappie. Oh ja, hij doet het nog. Welke Jappie is het? Nou, ik denk de Jappie, want hij deed uitroepteken Jappie. Met Jappie is een toffe peer. Dus ik gok dat het Jappie is. De co-commentator van Kuken. De co-commentator van wat? Van Daddy Kuken. Oh. Trager dan plooien, Jappie, die? Oh ja, Jappie was altijd trager dan plooien. Hoe is mijn Jappie? Echt zeker een ding. Ah, nu ben jij de F2 kampioen, hè? Want je hebt de sprintrace gewonnen nu, toch? Ja, maar dat is alleen een sprintrace, dan doen we heel veel de punten. Nou ja, de regenkampioen. De regenkampioen, kinderen. De mail van Snijfs die bekennen afgelopen race, de regenrace. Rocky. Nee. Jawel, doe nou leuk. Moki! Wat? Wil je regen eens een keer achterstevoren zeggen? Dat ga ik niet doen. Jammer. Regen is een keer achterstevoren. Hey, Bloemzaak, wil je lepel eens achterstevoren zeggen? Ja, wat? Ik weet niet wat een lepel is. Oh, hij weet niet wat een lepel, lepel is. Dat is lepel achterstevoren, ja, toch? Hé. Hey. Wil jij eens racecar? Wil jij eens racecar achterstevoren zeggen? Racecar. That's the right wheel. to the inside. Dat is mijn neus achterstevoren. Zo. So. Try a little bit different now. Ja, dat is lastig, hè? Mijn neus. Essiam. Wil je echt de naam eens achterstevoren zeggen? Essiam. Oyam. Essiam Noyam. Mijn neus. Ik denk dat ineens als een happy sausje. Ik ben waarschijnlijk niet de Jappie. Ik was iemand die een paar jaar geleden vaak in de stream was van Daddy. Weet je wat, welk woord dit achterstevoren is? Ejobbekik? Hoe? Ejobbekik. Geen idee. Kiekeboe. Oh. Maar ja. Deed je dan niet mee met de F1, Jappie? Ben je niet die Jappie? Nee, die ken ik niet. Ja, die ken ik niet. Of F2, wat is het? Maakt niet uit. We hebben heel veel... Vaak ga ik nog crashen. Ik zag net trouwens... Dieves! Ik zag net dat Trilab zijn naam had veranderd, hè. Die heet nu DNF Trilab. Wat een homo kind, echt sterk. Die guy, jongen. Wat een... Dat is echt GTA YouTube-legende, jongen. Ik zweer het. Nee. Jawel, jongen. Wij hoeveel YouTubers... Hij het verneukt heeft, jongen, dat kan jij niet nadoen. Holy shit. Dat is toch bij mij verneukt, ik ben niet eens een YouTuber. Hey, moet ik echt memories opbrengen, Moki? Nee. Jawel. Die Krille had op een gegeven moment ook... had ook op een gegeven moment een Kiddy Koe account. Ken je die handicap nog? Die vroeger altijd alle races kan verneuken. Joost of zoiets, of noemde die? Oh. Nice, GG Bulldog. Ken je hem nog?
Dat is echt way back, jongen. Dat is echt het begin. Die guy? Die? Oh, dit? Wie? Op wie hebben we het? Dat was echt... Pik. Oha. Weet je, het is wel terecht dat hij elke keer kobe is drinken. Ik weet nog steeds niet wie het is. Joost. Die guy, jongen, die heeft bij zo... Bij Mike, jongen. Bij iedereen heeft die guy het verneukt, hè. Trilep of die andere? Die andere. Joost. Ik ken die Joost niet. Hij heeft bij mij nog niks gedaan, dus. Daar had je nachtmerries over, die guy. Nou, dan moet hij nog een keer bij mij langskomen. Hij heeft het dus nog niet bij iedereen gepest. Nee, niet. Dan krijg ik gelijk een band. Ik zweer het, dat hij daarom nooit er is. Omdat ik hem waarschijnlijk gewoon gelijk over band had. Doe nog niet nou Joost Kot of zoiets? Ja, Joost Kot of ik ben Joost of wat was dat nog meer? Die guy had echt allemaal namen, jongen, dat is niet normaal. Nee, jij hebt lekkere namen voor je YouTube-account. Ja, maar hij had de PlayStation. Maar snap je, gepenetreerde giraffe dingen en zo, ja. Dat is wel een topnaam. Mijn namen zijn wel gewoon leuk. DNF Mookie, DSQ Mookie, Koning Dislike. Je miste me ook. Wat zei je? We missen nog eentje. Ja. Dit is Start Mookie. DNS to Mookie, ja. En je en de disliker of zoiets heb je toch Koning Dislike? Koning Dislike, ja. Ja. Zo, hè hè. Eindelijk. Rug. Nou, de ballen. Ik ga nog een klein raceje doen, hoor. Ik Beter krijg ik wat geld. Isaac, wat een handicap. Hij wel de vaste slap. Oh, ik zal mijn best dichtbij. Hoezo krijg ik maar 2000? Ik heb hier net mijn hele tijd verscheiden in deze kut. Oh. Ik zat op zin mijn best dichtbij. Oh, in de 55. Oh, dat heb je best prima gedaan. Ik ben sneller dan... Ben ik sneller dan Willy? Ja, ik ben gewoon flink veel sneller dan Willy. Het was ook echt de ene laatste ronde die ik had gereden. Wat is dat? Vanaf hier. Oh. Mag ik iets meer punten dan ik normaal zou krijgen? Nee. Je krijgt de punten van de 11e plek. Dat is... Sorry, Magnus. Wil je geven? 22 of zo. Zo! Dani. Dank u. Stofzuiger. Oh, gaat even... Broer, hij kan niet geloven dat hij een GTA race heeft gewonnen. Wat zo, wat zie ik allemaal. De Brothy dingen. Mookie. De eerste is zijn nieuw account. Die kan heeft de GTA race gewonnen. Hij doet alsof hij de wereldbeker heeft gewonnen. Wat deze zie ik. Deze is zijn nieuwe account waar hij een nieuwe race op maakt. Dus hij zegt van, heb je het al? Die Bulldog. Ja, ja. I can't believe it, bro. Oh, ben je al vrienden mee? En dit ging over de race testen van Hoe hard ben je tryout dan? Ik kan het niet geloven, ik ben een GTA race gewonnen. Nee. Maar wat een rare opmerking. Ik weet het niet, ik kan me daar niet gewoon in vinden, sorry. Olé, Schellekens, hoe heet je? Rianne of Albert, hè? Wat is de volgende race ook weer? Wat is de volgende race? I don't know. For me, it was a lucky race. Voor mij wel, ik heb ook heel veel geluk gehad. Ik weet het niet meer. Of niet, I don't know either. Wacht even, ik ben aan het zoeken in mijn... Pix. Gaan even pauze een beetje. Art. Nee, met een C en dan een S. Met dikke voor. Mookie! Dat ben ik. Hey! Nee. Oh, hier. Pix Art. Echt niks beter te zeggen. Nee. Hoe lang ga je nog live? Klotenberg. Dat niet zo heel lang meer. Het woord. Chaparrito. Wat gaat? Oh, van... I don't know. Oh, ach, eetbal licht, ja? Patsy, patsy, lady. Wat heeft de achtbal nou weer... Oh, yeah. Nou,
Nou, hij doet het nog, zegt hij. Little do you know. Dat is echt zo'n goed liedje, jongen, echt. Oh, wat dit. Bouncy bouncy lady. Ga je hem opzetten? Ik ga met mijn broer in de party. Oké. Nou, dag hoor, Bloembak. Doei. Dag. Dag. Hij gaat hem ineens de voeten doen. Waarom zag ik daar dat er een berichtje kwam en hier uiteindelijk niet? Oh. Uh-oh. Zou misschien wel ja kunnen zeggen. Het is in ieder geval geen nee. Het is geen nee, dat is in ieder geval Chaparrito R, ja. Echt joh, ik heb wel serieus vragen naar dit. Hij antwoordt niet. Hij heeft als eenmaal nog één antwoord toegevoegd. Dat is van Stream Elements. In caps lock maakt met 4 A's en 5 uittekens. Dan moet ik even kijken of dat lukt. Dan moet ik eens kijken of ik in kan loggen bij Stream Elements. Oh, ik kreeg dit keer een invite via mijn PlayStation. Nou. Ja, dat krijg ik de tweede race ook altijd. Ja, omdat ik last job doe, dan krijg je hem. Oh. Wat een lul. Yes. Nou je zak. Dan krijg je een PlayStation hello uitnodiging. Ja. Mayhaps. Mayhaps? Volgens mij weet u meer dan ik. Ik wil inloggen met mijn YouTube account. Ja. Oh, ik laat. Dat is een nee. Stream Elements loopt helemaal vast nu. Oh, hier. Ik heb al zo lang niet op Stream Elements gekeken. Het eigenlijk enige waarvoor Stream Elements aanstaat bij mij is de eetbal. Heet. Even kijken hoor. Mijn partnerships. Ik neem de chat een beetje op. Oh, dat mag. Zo komt allemaal misschien weer terug en dan. Eens even zien. Hoi, timing. Jezus. Wat een timing. Wow. Oh, tijd. Ja. Moeten meer mensen joinen nog dan? Nou, even kijken. Oké, hoe moet ik het spellen? Caps lock maakt met 4 A's en 5 uittekens. Dan krijg ik straks iemand die. Ja, hij staat erin. Een vraag stelt. En dan dat het dan zo krijgt. Mooi. Wat vind je van die laatste quote, Rianne? Als je het lek eruit bent gelekt, kun je niet doorrijden. Wat zei je nou? Als je eruit bent gelekt, dan kun je gewoon doorrijden. Dan moet je tijd opgenomen. Ja? Ja, dat heeft Clan Bunny niet gedaan, volgens mij. Nee. Klopt.
Ja, dat is een mooie. Die heb ik niet toegevoegd. Ik kan hem gewoon achteraan zetten. Ik ook niet. Volle punten krijgt. Ja, bij mij ofwel, wel. Ik weet het niet. Alright. Oh. Deze heb ik wel toegevoegd. Wie zou die nou toegevoegd hebben? Jezus, dat is al bijna 2 jaar geleden. Welke auto is het? Troppels, ja. Besef, 2 jaar geleden zat ik in Sevilla op uiters. Dat was haar angst tijd. Was ik niet. Waar? We hebben bijna code 69. Go. Ik reed heel even eerste. Het was niet lang. Wat een kutbocht, zeg. Ik heb net op tijd geremd. Ik zag het al gebeuren. Liegen. Hey, deze bocht heb ik ook. Dan gaan we doen. Proost. Oh. Ja, met deze race ga ik nog wel wat moeite krijgen. Ik zie het al helemaal gebeuren. Ik zou zijn er niet mee. Ik zag iemand vliegen. Dat was ik. Oh, the music sounds better with you. Dit gaat niet zo heel veel worden, sorry. Wat zou dat dan worden? Jezus, wat is dat voor afdaling? Oké, we gaan hard naar beneden. Wee! Oh, ik ben zo blij dat daar een muurtje staat, hè. En met dit muurtje ook. Willy is een sweat. Heb deze baan maar geoefend? Nee. Maar dat is het vooral. Willy. Nee, dat is het vooral. Willy is best goed in races. En gewoon in random races ook gewoon meedoen. Die hij niet kent. Maar hij gaat niet oefenen. Ik deed er even een schroef in de buurt. Zo'n vreemd land. Ik weet niet of we strakken dat. Dat was het. Maar, ik vind dat ook best prima doe. Ik rijd nu 2e, terwijl ik net compleet achteraan ben. Ja, dat is zeker waar. Nee, maar dat is een beetje het grote probleem. Zij gaan heel erg veel oefenen. Wee! En op dat moment, ja, sorry, daar hebben wij niet zo zin in. Ik heb ook al gezegd, we kunnen bij het volgende seizoen gewoon de laatste race surprise opschrijven. En dat we dan pas op de dag van zelf te bekendmaken. Dat gewoon een tweede seizoen, maar elke race. Dat doe ik dan wel. Gewoon als 1 april grap, zeg dat ik een betere race gaat worden en dan wordt het een andere race. Weet je, 1 april grap erbij, maar. Dit is al lang. Hey, Daisy! Wie? Dat is even geleden, Daisy. Die ken ik niet. Die is ook vaker bij mij geweest, die zit zelfs in Discord. Oh. Maar ja, ik moet wat meer op Discord komen, maar dat... Discord is een beetje beter. Beetje, maar ik moet hem maar weer actiever gaan maken. Ja, ik hoop hem dan best in het doen. Want you to make me feel like I'm the only girl in the world. Willy, kom eens aan. Kijk
Kijk, nu zijn er heel veel dames in de chat. Nou ja, ik er dan al bij. Oh, die kunnen ze. Oh, daar ging mijn kont. Ja, dat heb ik met een beetje met werken. Ja, maar we doen er vrij weinig in. Willy wilde nog wel eens wat races plaatsen die hij af heeft. Dat is de enige dat Willy het heeft getrokken. Ja. Nou ja, eigenlijk zou de torkcrew waar hij dan in zit zou ook overgaan naar Discord, maar die zit er nog steeds in Slack. Het is wel leuk dat ik op deze race space kan nog een boel of zo gaan kijken. Mhm. Maar dat komt ook yep. Omdat zij als ze oefenen constant kunnen rijden. Klopt. Maar dat als je niet oefent, dat je dat niet kan. What you done make me feel like I'm the only girl in the world. Like I'm the only one that you'll ever love. Who's your... Oh, meer. Only girl in the world. Als je deze race of de volgende race wint, doneer ik 5 euro. Dat zal niet gebeuren. Dan kan ik even... Dan moet ik no life gaan leren racen. 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 Zet dan zo meteen een race in je eentje. Die kan ik nog wel winnen. Ah, soms met randoms kan ik best wel races winnen. Met van die oude, wat is het? Ik weet niet meer. Stunt races van Rockstar. Tuurlijk. Plummet of zo. Ik vind het wel veel leuker. Dat kan ik wel een battle zetten. Silan zegt, die zegt zo van, dat zegt ze alleen maar omdat ze zeker weet dat het nooit gaat gebeuren. 5 euro doneren. Niet met deze groep. Nu sta ik nog 6e, maar een aantal achter me die gaan echt voor me eindigen hoor, met de volgende race. Want die gaan gewoon oefenen. Girl, ik ben gewoon weggereden bij Komen en Boer. Ja. Ja. Alleen achter William. Ja, hij wil dat ik deze race wel al een keer gedaan. Ik maar niet in. Ja, maar ik win ook altijd trouwens. Ik word eerste van onder. Nee, want dat was Bloemzak net. Dit keer niet, nee, dit keer was het Bloemzak. Jongen, hebt hij mijn... Ik niet dat hij moet rennen. Nou. Hebt hij mijn streak verneukt? Altijd laatste worden. Maar ik moet ook zeggen. Oh, ja. Geen oefening, hè? Nee, dat zei hij ook al. Hij zei: ik heb een leuke battle hier met de Bulldogs en Kamer de Pen. ja, ik ben ooit begonnen om te zeggen: silence. Sindsdien is het bijna blijven hangen. I know it is silence. 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 Willy zegt ook al: hou daar eens op. Oké, okay, hij zet het trouwens 41. In... 1.40? Is dat de snelste? Ja, dat is mijn leuk. 45 minuten keer 60 delen door... dat is... 1.40, dat is 100 seconden. Dat is 2/3. Want 1/2 van 2. 27 rondjes. Kan... Echt niet. Ik heb gewoon geliked. Mookie is ziek. Mookie is ziek. Tom. Hij heeft geliked. Ah. Thanks for joining, buddy. See you next time. Mookie is ziek. Eerste, hè? Oh mijn god. Het zijn 84 punten te veel. Dat zijn 84 punten te veel.
checkpoints. Oh, hallo. Toch leuk dat hij bij mij was. Amber doet gewoon meteen bam 50.000 punten. 500.000 punten. Moet je wel zoveel punten hebben. Ja, dat heb ze, want ze doet meteen mee. Ik heb er 462. Zo. Wat 84. All in. Oh, dat is een spelletje. Waarbij je punten inzet die je hebt gekregen voor, je punt, voor het kijken. Die zet je dan in en die kan je verdubbelen. Ja. Kijk, dan, zo hoort het. Maar die kan je dan verdubbelen of die kan je dan kwijtraken. Oh, je hebt er genoeg. Ik heb er ook denk ik heel mooi. 3, 2, 1. Kijk, Moekie. 0. Wij zijn de nul gang. Ja, je hebt er redelijk niet heel veel. Laat ik zeggen, je hebt er veel vergeleken met mij. Oh, maar niet zoveel vergeleken met de nummer 1. Nou, nu voel ik me heel erg bewust van mijn lach. Hoe is het met de giveaway? Oh, Moekie, je hebt nog heel veel kans om te winnen. Wat is er? Kobo is live. Ah, dan ben ik lachen. En je kan je punten, naast dat je gebruik maakt van het spelletje, kan je ook meedoen met de giveaway. Hè? Ik moet de video nog even afmaken zo. Oh, Moekie, je hebt verloren. Ik heb even... Nou ja, je hebt alleen maar voor kijken punten. Dus je hebt genoeg punten om 17 maanden... Hij is bezig met nu met een nieuwe rally track, Wilfred, een rally cross. Maar hij weet nog niet wanneer die klaar is. Denk je... Merci, Kamenevan. Ik moet die lijst weer een keer aanvullen, want er staan er gewoon... Ik heb er heel veel niet meer tussen staan. Joost bestaat niet, hè? Joost bestaat wel? Ja, die bestaat. Oeh. Welke Joost is er dan bij mij langs geweest? Joost? Hij heette Joost. Daisy mag er ook mee. Maar je mag hem zelf verzinnen, Daisy. Heb ik die aangepast? Oh, ik heb hem aangepast. Hij heeft terug geantwoord, hè? Oké. Okay. 22... Echt, nee hoor, het is 22 uur 23. Ja, we gaan maar eentje bedenken. Ik kan hem altijd toevoegen, hè? Roost.
Deze bestaat ook. Hallo? Oh, hallo, Daan is hier. Ja, eindelijk. Ik zei net het hallo, hallo. Oh, nee, hallo. We hoorden je niet. Okay. Ja, er bestaat ook een comments 2, hè? Gaan we een playlist doen? Nee, ik ga zo stoppen. Ah, oké. Okay. Ja, natuurlijk. Kid Dries. Kijk maar wat ik ga doen. Dat is nog niet, steeds niet alles. Ik denk dat het met Cosmo van mee doet. Oh wel, daar komt hij achteraan. Nee, oh god. Volgens mij zijn we je bot aan het slaan. Dat ik de reëzer wil oefenen. Bestaat die ook? Waar? Serieus? Bestaat die? Jobs, job, zijn er twee. Trillip is de film, zet die niet. Die van Trillip. ik kan hem ook nog helemaal, ik zie het ook nog helemaal voor me. Dat was daar beneden bij Flush Factory. Tussen Flush Factory en hoe heet die plek in, met die bloemen de bomen. Dat hij daar stond, ik durf wel te dansen, ik word toch niet gesnijd. Bam! Ja, Willy is mijn man, ja. Maar die testers, I don't know man, als hun geen leuke ervaring hebben gehad, terwijl de baan gewoon goed gemaakt is, scoren ze alsnog laag. Ja, dat is gewoon kut. Laat ook met die D&B track, hij heeft veel vrienden die bij de testers zitten. Ah. Wie? Als hier is, ik geef het gewoon niet door. Vriendjespolitiek, hey. Jouw stream loopt een, ding loopt een beetje achter, denk ik. Drup, drup. Hier, kijk, heb je ze nu gezien? Ja, ja, ik zie het wel. Oké. Ja, eerst stond er GGKK en dat werd eruit gegooid. Ik ben de beste in iedere game. Ja, Rowan. Deze was ook mooi, die van Vliegtuig Nitro. Als hij er ooit in komt staan. Was bouwen. Ik kan toch gewoon vliegen? Als adem, ik kan toch goed doodgaan. Oei. Ik ben uit de boom gevallen vandaag, maar. Dat zal ik dan niet vragen. Niet te erg gebroken, hoop ik, hè? Wat ben ik een lul, zeg. Mookie. Ja, nee, dan ben je wel een lul, ja. Flux is heel goed in races, beter dan DNF. Mookie, want Mookie maakt niet, is niet zo goed, hè? Is niet goed zo goed. Het is mooi geschreven. DNF Mookie. Het DNF Mookie syndroom, ja. Zeker beterschap met je arm. Het is wel even geleden dat ik mijn arm gebroken heb, maar... Voor mij inmiddels... Ja, als ik het ook een gebroken was, ik 15. Iemand vroeg 1 op 10... En toen zeiden we allebei 5, toen ging ik erin en gingen ze met z'n allen. Ah, auw. Rip. Echt, er gaan nu twee gesprekken door elkaar heen. Willy
Willy en Panther zijn met elkaar aan het praten en ondertussen zijn wij met z'n allen aan het kloten. Nee. Dat is hetzelfde als Solution. Solution. Bankie. Dat we nog steeds Banky noemen. Banky. Banky. Wat steef je dan eigenlijk? Deze ook zelfs. Zegt hij dat nog steeds trouwens bij ja. F1? Ja. Dat is zeker waar. Dani heeft er ook geen in, nee, nog niet. Oh, wel. Huh? Deze gast heb ik ook al lang niet gezien. Oh ja, ik ook niet meer. Ik wou zeggen, ik ken hem via jullie. Ja. Een nieuwe race dat mij helemaal alsnog. Oh, weet ik niet trouwens. Wat is dat met dat brothy? Nee, wat is die? Verified? Oh ja, hier. Ja, zeker. Alleen, ja, hij blijft nog steeds de bankje op voor ons. Dus dan blijft hij, dat blijft gewoon hangen, bankie. Het is, hij zal bankie blijven. Hebben ze hem omgedraaid? Oh nee, ik moet deze kijken. Jeetje Pietje. Sorry. Oh nee, Gottivino Dromo, wat vet? 3.58. Komt nog lager dan die rally. Zonder uitleg of wat dan ook. Ik moet met een andere kant gaan proberen. Ja. Dat werkt. Jeremy had er ook één geleverd, hè? Ja. 0.0. Wauw. Wat was het dan? David Bowie-ish Speedway. Oh. Ja, maar het is een kopie. Ja, daarom dat was ook niet. Ja. JB Carfreak, zit hij in dingen crew? Ja, ja, zeker. Dacht ik al. Ik kan het gewoon een beetje zien. Ben Store ook? Volgens mij wel, maar weet ik niet zeker. Je kan het zien aan de scores. Hmm. Oh, Sevilla is de enorme tegen Atletico. Oh, ik heb wat dingen gemist. Eerste naam wordt altijd gebruikt, ja. Klopt. Oh, wat was die leuke voor Daisy eigenlijk? Vertel. Team Wolf, de 100, Cobra Kai. Cobra Kai hebben jullie ook gekeken. Ja, kijk eens naar kijken dan, hè. Ja, maar heb je de vroegere... Want Cobra Kai is van Karate Kid. Van die films. Ja. Was wel leuk. Wat was die leuke voor Daisy? Daisy Me Rolling. Daisy Me Rolling. Oké, okay, wacht even. Plusje. Uitroepteken. Oh, uitroepteken Daisy. Groep. General. Ja, hij staat ertussen. Jeetje.
You, die heb ik nog niet gezien. Ja, ik heb dus nu Disney Plus. Ik ben dus echt alleen maar Bones aan het kijken. Uitroepteken Daisy. Ja, ik ben dus opnieuw begonnen met... Ik ben hem nu helemaal aan het kijken, van start tot einde. Ik ben nu bij seizoen 9. Ja, sinds de Stars hebben toegevoegd is het wel echt dat ik meer ben gaan kijken weer. Ja. Ik kan trouwens ook echt niet kijken naar de Drive to Survive ofzo. En dat klopt op de een of andere manier wel iets. They see me rolling. Please, koffie. Deze is ook... Ik weet niet of je deze kent... Met Yuri? Yuri? Wie is Yuri? Please, Miele. Sex education. Oh, sex education, ja. Yuri de Sloerie. Wie is Yuri? Hoeveel rondes gaan we eigenlijk rijden? 27. Oké. Ik ben hem gewoon nu al aan het rijden, ik verveel me. Hé, hey, bericht 420. Fuck, 26 nog. Wie is Yuri? Is het eerst maar Mookie tijd? Ja. Oh, dacht ik al. Hey. Bij mij? Oh, dat zou best kunnen. Panther, moet je deze eens opletten. Hij heeft die zelf gemaakt. Nee, ik ga niks meer doen. Echt, die heeft hij zelf gemaakt. Hij zegt, ik zeg, wat moet ik erbij zetten dan? Ja, zet dit maar neer. Zo. Hop. Headset. Ja, het was niet mijn schuld. Hij zei het zelf. Ik ben onschuldig. Nog niet, maar kan er wel eentje maken voor je. Ik voeg ze zo toe. En die heb ik dan wel zelf gemaakt. Zit je mee te lezen? Ja, net heel even, ja. Willy komt op dat moment net de stream binnen. Ja, die bestaat niet eens, maar Mookie. Maar sommigen hebben verwijzingen naar kanalen en sommigen hebben... Hoezo niet? Hij is echt wel de liefste man ter wereld. Oké, wacht even. Add quote. Uitroepteken ASMR Mookie. Zo, hij bestaat.
Ja. Dat is die voor mij al. Ja, dat klopt. Ja, dat, maar dat is altijd. Vind ik, hè? Ik kom er even bij vragen of jullie al bezig zijn op 15 mei bij de race. Jij en Willy. Wanneer? 15 mei. Dus op een zaterdag. En vraag of jullie al bezig dan zijn. Weet ik niet. 15 mei? Ja, is op een zaterdag. Ik weet nog niet eens wat ik volgende week ga doen. Weet je, er wordt gevraagd of wij 15 mei mee gaan doen. Met wat? Met die volgende race. Nee, dat niet, hè. Denk ik niet. Dus je moet een andere teammaat zoeken. Ja, ik piep nee, alles. Ik kom een fan vragen. Wie is daar? Kom een fan vroeg dat. Kiwi. Denk dat ik met de gisteren zou weggaan. Moet even zijn Insta hebben. Ja, ik heb al een trucje gevonden bij de eerste bocht. Dit. Oh! Mijn buikspier gaat verkrampen. Oh. Ik zit helemaal voorover gebogen naar mijn laptop. Dat is ook handig. Ja, dat is hetzelfde als Wiwi. Klop, wie is daar? Wiwi. Ja. Boegeloe? Maar ja, dan is geen Rallymasters meer, hè? Nee, dat zeker niet. Maar ik zat voorover gebogen, dus ik sprong niet in mijn buik. Au. Het is alweer weg. Oh, die race van zaterdag. Ik heb zo... die race van zondag. Rallymasters, ik heb zoveel trucjes gevonden. Net zoals Mookie met al zijn wat was het, breakboosten. Net bij die race, maar niet zoveel aan had. Nee, is het niet. Twee stukken. Ja, het zijn wel sneller. Er wordt al wat aan je gevraagd in de chat. Ik had wel een van de snelste nummers dus. Ik had er uiteindelijk wel wat van. Uh-oh. Willy gaat nu kijken. Ze nou weer een naam van. Nou, deze trucjes ga ik zeker in de race gebruiken. Oh, ja. Wat Mookie zegt. Wat was de verse slapper eigenlijk nou ja, in die breakboost heb je niet altijd... we hebben net al op 1.40. Even. Net voor de nou, bocht ja, is breakboost niet heel fijn. Nee, ik doe niet te veel aan. Dat is het enige moment waar je niet wel in hebt. Ik weet nog niet eens hoe je moet breekboosten. Juist met remmen. Heel even het gas niet dat blijven houden. Ik weet niet eens wat de racelijnen zijn. Laat staan breekboosten. Nee. Ja, dat is het niet. Als je 2 meter verderop tegen een muurtje aanklapt, dan heb je er niet zo heel veel aan. Nee. Maar nee, ik ben niet zwanger. Trouwens. Wat voor vraag is dat nou weer? Ja, daar werd gevraagd. Ligt eraan hoe lang je nog hebt voor een bocht. Ja, nee. Net voor een bocht heb je er niet zo heel veel aan. Ik doe dat heel per ongeluk mijn motor overbelasten. Dan hoor ik opeens zo... En dan denk ik, oké, ik heb wat gedaan, maar ik weet niet wat. Ja, maar... Mookie, daar zijn muurtjes voor GTA voor bedoeld. Jongen. Ja, ik probeer je in fight met de hele tijd, joh.
kap gewoon, jongen. Trekbeertje. Hij kan... Nee. Wilfred, Klembunnie ging het in het Nederlands type in mijn chat. Dat klopt ook niet zeker. Nee, we snapten er niet zo heel veel van. Nee. Ja, de racelijnen zijn er ook. Daar is er toch ook eentje van? Ik zou er gewoon echt niet te doen. Nee, er was er ergens wel eentje. Dat was een quote waarschijnlijk. Dat is een quote, ja. Ik ben er ook even gezellig. Headset. Oh. Joe. Rex. Oh ja, dat is nummer 22. Wow. Hallo Lorenzo. Dat is lang geleden. Dat was bij mijn laatste stream wel aanwezig. Ja, maar toen was ik er ook. En Mo ook. En voor de rest niemand. Vaak kijken. En als ik weer mods nodig heb. Maar Maui is wel op Maui geknald. Waarschijnlijk op Maui. De OG's. Hebben we er nog eentje? Zitten er nou twee. Gewoon 30. Hé, hey, we gaan niet op. Hé. Mag Kees. Het. Messi. Love bij de headset, ja, dat is de Annie. Je hebt af en toe leuke. Quote 56 hebben we ook nog. Ja, hij troept tegen de headset. Nog steeds één.
Ja, maar er zitten er een paar bij. Wacht even hoor. Zitten er ook een paar van Flux bij. Nou. Hier weet ik ook wel leuk. Press F to play, pay respect for Nietzsche in Spilsie. Oh ja, 49 en 50. DNF cookie. Hoe schrijf je mij? M-A, Griekse I. Ja, ja, ja. Dat is een keer dieper, ik weet niet waarom. Oh, we zijn nu niet belachelijk aan het maken. Oh, maar oh, dat is net voor. Is al vanwege terecht. Ja, maar dat ene wat we net hadden. Wow, hoe wist je dat het quote 29 was? Wat? Did not finish. Hoort eigenlijk dus bij mijn naam. Maar dat past dus beter bij mij. We hebben ook een Justin. En die vroeg vorige week nog of ik zijn account over wilde nemen. Want die had een I always get a DNF. Ik zit een quote zoek die op 20 jaar aan mij toe. Deze die je nu hebt gedaan. Als je me een klein beetje veranderd, had er ook gewoon een andere naam bij kunnen staan. Linkervoorbrand. Zet is gewoon net. Linkervoorbrand is oververhit. Ja, had zo gekund. Quote 17. Hé, dat is eentje van Moekie. Ook op 24 november, Jezus. Hé, je was actief 24 november. Nou ja, Sans ja, ook trouwens, zie ik hier. Toen was ik net 16. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh. 17 zijn er toegevoegd. Oh. Ups. Dat werkt ons wel niet aan het doen, maar wat de fuck. Sorry, dat gaat me niet te koeken, dat is iets te koeken. Oh. Voor een nieuwe. Hoe oud is Mickey? Hij is 17. Godver. Zij letterlijk toen straks nog, wanneer word je 18? Ja, dat klopt. Ah. Ach ja, maar ik had ook alweer bijna 13. 13?
Ja. Ik word dit jaar pas 32. Valt reuze mee. Ik ben echt jong. Oh, ik ben dus een race met... Ha? Nee! Een race met... Claire. Ik kan me een fan aan doen. Nee. 22, ja. Ja, easy November, ja. Ja! Jezus. Wat was dat voor geluid? Heel goed. Ik ben nog heel jong. Jong in geest. Nee, dat hebt hij pas 3 keer gezegd dat ik niet kwam. Nou ja, we hebben een dino-leak die we wel eens doen. Dan ben ik de jongste. Ja, 27 december, maar dat is wel dit jaar. Ja, is ook bijna volgend jaar. Nee joh, december, veel betere maand. Klopt, die zegt Dannies. Ja, hij noemt je Dannies. Ja, ja. Wij moesten elke keer lachen. Dan is het jouw naam Dannies. Ja. Dan zeggen heel veel mensen Dannies. Dannies? Nee, ja, ik ben het 3e kerstdag jarig. Kamat. Klembundy. 3e kerstdag ben ik jarig. Ik ben met Sinterklaas jarig. Ja, hey, ik ben er ook bij. I'm there too. 16. Wanneer ben jij jarig, Mookie? Welke datum? Oh. Oh, 20. Ja, Dannies. Dannies. Wacht, maar zeg je dat dan met dubbel N? Ja, ja, waarschijnlijk zal dat een Franse naam zijn. Ja. Ja. Daarom wil ik dus die 10 euro hebben. Die 10 euro winnen dat ik dan mijn naam kan aanpassen. Oh. Ben je ook schorpioen? Ja? Ja, jij bent ook schorpioen. Ja. Tim is there too. Ik ben steenbok. One lap, 45. Wilfred heeft in het. Oké, okay, als ik zeg. Wilfred is een sterrenbeeld dat in het Engels ook nog eens een ziekte of een scheldwoord is. Cancer. Cancer. Dat heb je net gezegd. 15. Wacht, in één keer hoor ik jullie zeggen cancer. Of wat? Ja, dat is dus kreeft in het Engels, cancer. Ay, raar. Dan de mensen... Oh, mijn god. Oh ja, ik ben nog live. Een Scorpio. Ga je met drummer? Beter. Hij is beter dan ik. Zeg eerlijk. Weet je waar ik niet tegen kan? Beter dan ik. Ja, denk ik wel. Weet je waar ik niet tegen kan? Het zou ook goed beter gedaan tegen ICA. Dan ben je ook kreeft, ja. Hij heeft goed beter gedaan tegen? ICA is ook. Ah. Ja, we zijn wel verloren. Dat kost wel. Oh ja, maar dat maakt er niet uit. Nee, natuurlijk niet. Ja, Willy is 28 juni jarig, dus als je in de eerste helft van juli jarig bent, ben je ook kreeft. Anders ben je... Leeuw kan in juli. Juli is kreeft, is leeuw, ja, dat is de volgende. Lion! Nee, ik ben 18 november. Ben jij ook? Ja, maar dat is geen echte leeuw. Dat is een dubbele leeuw. Dat is gewoon een heks. Je hebt dat kalm, want hier zit gewoon een...
Moet je lachen. Diane is geen leeuw, maar een heks. Oké. Okay. Ik zit even vader te luisteren of je een broertje hebt. Jij hebt Engeland. Ik zus je meteen in de steam. Oh, dat is een beetje een Engelrak. Of gaat ze appen? Hij zei wat over mijn zusje. Jezus, hoeveel mensen gaan er nog joinen? 31, 6, 39, 50, 2. Jongen, trekbeertje, ga weg. Kijk eens. Oh, echt chill dat ik morgen vrij heb, hè. Ik ga morgen lekker aan tafel zitten. Broertje eik. Heerlijk. Ik word 19, jullie 16. Oh, 19 juli 16. Ik dacht al. Huh? Oh. Ja, kus Claire, hè? Die start nu een kerstrace opeens. Jacques Leclerc. Ik heb het emotie nummer in de chat. Ja, ik ga deze groep verlaten, want er wordt nu al gespend. Ik word echt gek van eten. Kom, kleuren. Ja, ik heb ook een engelach, maar ja, dat krijg je dan als man lief wat zegt over je zusje. Heks. Maar ik zei dat ze een leeuw was, zegt ze. Nee, dat is ze is een heks. Ja. Hoe vaak je dat al gezegd hebt tegen mij? Dat heb ik vaak genoeg gezegd. Ik wist dat jij een zusje had. Moekie zegt, weet je hoe vaak je al gezegd dat je zusje een heks is? Elke keer als we in Minecraft een heks tegenkwamen, ik zei, hey, is mijn zusje. Hallo, we noemen het ook een viswijf, dus dat komt goed uit. Dat werd zelf van jongs af aan genoemd. Door ouders zelf. Ja, ik ga hem zo uitzetten. Is dat Frans Duits? Nee. Peter Benen? Nee. Ja, wat jammer. Iemand die alleen maar poep, 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 poep. Mag ik eerlijk zeggen? Ik heb een keer... Ik ga met 30 man rijden, joh. Ik heb een tijdje dingen gedaan. Twitch. En op een gegeven moment gingen daar heel veel mensen koppeltjes vormen. Dat weet je nog wel, hè? Toen ik Minecraft deed daar. Gingen ze allemaal vriendjes en vriendinnetjes worden met elkaar. Toen dacht ik, wow... Moekie. Moekie toch? Dat kan je toch niet vragen? Oh nee! Waar begon dat ook alweer? Feestrijden. Wauw. Ik kan als speelplaats. Jij bent een beetje wedstrijd met mijn Ja, Moekie, waarom heb je eigenlijk een vrouw als je profielfoto? Dat is stiekem een tikje. Oh, ze hebben zoveel mensen. Omdat die stiekem een chickie is? Ja, dat is grappig. Dat is mijn voorbeeld. Wie de fuck? Maar deze woonde bij mij in de buurt, dus dan moet je wel een eentje reizen. Hoezo zou je deze auto custom hebben? Welke auto? Oh mijn god, dit is echt pure chaos. Claire heeft dus een playlist met 30 mannen, gaan we zo'n snow race doen. Niemand heeft hem op de hand. Oh nee. Ik kan niet zien welke te racen is. Oh, ja, thanks. Je bent de beste. Nou jongens, we gaan hem volgende keer wel weer afmaken met kletsenbessen. Oké.
cruisen. Oh. Ja? Yo. Ik zeg bedankt voor het kijken. Het was gezellig. En ik zeg tot de volgende keer. En later.